kanaal. Ik ga jullie vandaag wel lekker een dagje meenemen in wat ik eet op een dag. Ik ga alvast zeggen, vanaf nu af aan worden de wat ik eet op een dag een stuk anders dan voorheen. Sommigen van jullie hebben dit misschien al een beetje voorbij zien komen op mijn Instagram. Maar ik ben erachter gekomen dat ik glutenintolerantie heb en dat daar al mijn darmproblemen van de afgelopen jaren vandaan komen. Wat dus betekent dat ik de rest van mijn leven waarschijnlijk glutenvrij moet gaan eten. Ik moet er nog heel erg mijn weg in gaan vinden. Ik ben nog heel erg zoekende in wat wel kan, wat niet kan. Mijn zusje heeft ook al een paar jaar lang glutenintolerantie. Dus die is er al wat verder in. En die weet er wel veel meer over. Dus die kan mij wel helpen. Maar voor de rest vind ik het zelf nog best wel lastig. Omdat het gewoon totaal anders is. En het overal inzet waarvan je niet bedenkt dat het in zit. Ik zit nu in de tweede week ongeveer van glutenvrij eten. Het gaat op zich best goed, maar ik ben gewoon nog zoekende, zoals ik al zei. Ik zal nog een hele video maken over hoe ik hierachter ben gekomen. Want dit is echt een best wel lang proces geweest. Ik heb op Instagram laatst ook gedeeld dat ik heel vaak bij dokters was. In ziekenhuizen lag, in ziekenhuizen in en uit ging, bladibla. Dat verhaal zal ik jullie allemaal nog gaan vertellen in een andere video. Dan is het allemaal wat duidelijker hoe ik hierachter gekomen ben. Hoe dit gekomen is, bladibla. Maar daar ga ik in deze video niet te veel op in. Maar ik ga dus wel voor het eerst een wat ik eet op een dag opnemen, glutenvrij. Zijn er hier mensen die ook glutenvrij moeten eten en tips hebben voor lekkere maaltijden, lekkere tussendoortjes of wat dan ook? Let me know, daar zou ik heel erg blij mee zijn. Alle tips zijn welkom. Maar we gaan beginnen met een lekker ontbijtje. En thank god jongens, havermout en pindakaas zijn glutenvrij. Dus we gaan gewoon weer lekker beginnen met havermout. Want dat doe ik altijd en daar heb ik weer zin in, dus havermout met appel gaan we doen. Ik heb hier een lekker koffietje. Die was ik al aan het drinken. So let's make breakfast. In bed gelegen en een filmpje gekeken, want ik was kapot. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon geen energie en ik voelde dat het even nodig was en het heeft geholpen. Dus that's totally fine. Nu heb ik wel weer een beetje trek. Ik heb echt vroeg ontbeten. Ik was om 6 uur op, want mijn broertje is vandaag jarig. En iedereen moest werken en naar school, dus we moesten heel vroeg op om die cadeautjes uit te pakken. Dus ik ga even een lekker protein ijskoffietje maken, want daar heb ik zin in. En we hebben aardbeien en ik heb eigenlijk echt zin in iets van een cracker of zo met chocopasta en aardbei. Want dat is echt de beste combi ever. Op een beschuitje is nog lekkerder, maar ik heb geen glutenvrije beschuitjes. Schuitjes in huis. Dus misschien hebben we maïswafels. Ik ga kijken. Ja. Zin om. Het glutenvrij eten trouwens. Ik vind het best balen of kut om het zomaar te zeggen als ik heel eerlijk ben. Dat het zo is omdat ik het ten eerste heel lastig vind. Er heel veel dingen zijn die ik waar ik nog geen vervangers voor heb gevonden. Het toch een heel stuk vrijheid qua eten weggehaald waar ik net jarenlang voor heb gestreden. En waar ik eindelijk weer het idee had dat ik totaal vrij was in mijn eetkeuzes. Komt dit nu om de hoek kijken. En dat vind ik heel lastig. Ik weet niet, dat doet mij gewoon pijn. Omdat ik gewoon, zoals ik net ook al zei, jarenlang bezig ben geweest met vrijheid en eten creëren. En nu is het dit. En het voelt gewoon weer als opgesloten zijn. Het voelt niet als een eetstoornis hebben natuurlijk. Want dat is totaal anders. Want dan wil je het zelf niet. Of dan durf je het zelf niet. Of wat dan ook. Maar nu mag ik sommige dingen echt niet. En kan ik niet altijd ja zeggen op een lekker koekje of wat dan ook. Wat ik gewoon echt balen vind. En ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. En dat ik uiteindelijk wel voor heel veel vervangers zou gaan vinden. En mijn weg erin zou vinden. Maar nu vind ik het gewoon echt lastig. Omdat het liefst, ik weet niet, het eten is ook gewoon minder lekker. En wennen en droog. En ja, ik mag niet zeuren. Want er zijn heel veel mensen die dit hebben. Sommige mensen die zullen dit al heel hun leven hebben. Dus die zullen nu echt denken, meid wat zeikje, doe normaal. Maar ik baal er gewoon van. En ik vind ook dat ik ervan mag balen. Het is gewoon irritant en lastig. En pijnlijk dat dat nu is. Omdat het een beetje het idee heb dat ik al die jaren voor niks heb gevochten. Ook al is dat natuurlijk niet zo, want ik heb alsnog eindelijk mijn leven terug. En wat ik wel heb gevonden zijn glutenvrije eierkoeken. Dus dat maakt mij blij, want dat vind ik heel lekker. Is allemaal zo'n gedoe en lastig en niet lekker. En ik probeer er wat lekkers van te maken, maar dat is niet altijd zo even makkelijk. En met kruisbesmetting en dingen, oh jongens. Ik ga nu wel een heerlijk snackje maken en positief blijven. Want niemand kan er iets aan doen dat dit blijkbaar al zo lang in mijn lichaam zat. En dat ik hier blijkbaar al zo lang niet tegen kon. Ik ben wel dankbaar dat ze er eindelijk achter zijn wat het is. En dat het ik nu al wel verschil merk qua pijn in mijn darmen en dingen. Oh my god, ik heb mijn witte trui aan en ik pak Nutella. En ik zit er gelijk weer helemaal onder. Smeren is geen goed idee, Megan.
Ik heb eten besteld bij bakker Leo. En die eierkoeken, die smaken letterlijk gewoon naar normale eierkoeken. Ze zijn alleen iets minder luchtig, maar voor de rest heel lekker. En dat brood, dat ga ik vanmiddag proeven. Dus dat weet ik dan ook hoe dat smaakt. Ja, dat. Dit smaakt zo erg naar zomer en lekker weer en vroeger. Dit is zo lekker. Het is inmiddels weer een paar uurtjes later. Ik heb net de hele tijd zitten leren aan mijn EHBO. Want ik heb vanmiddag op school EHBO examen herkansing. Ik heb de eerste gemist. Dus dit is een herkansing, maar eigenlijk is het mijn eerste keer examen doen. En ik wil hem echt halen. Want als ik deze niet haal, dan moet ik hem zelf buiten school van mijn eigen geld gaan volgen. Ik heb net even goed geleerd en nu heb ik trek. Ik ga lekker avocado toast maken met ei, zoetzure ui, sriracha en peper en zout en alles. Want daar heb ik echt zin in en heb ik al heel lang niet meer op. Dus dat gaan we lekker maken. Let's go! Nu, 2:15. Ik zit in de auto. Ik heb namelijk om 2:45 mijn EHBO-examen op school. Dus ik ga nu naar school toe rijden. En ik heb even snacks mee. Ik heb een blikje Red Bull Zero. Dit is echt niet mijn verslaving de laatste tijd. Maar wel iets wat ik de laatste tijd gewoon echt heel erg lekker vind. En af en toe drink. Zeker niet iedere dag. Maar af en toe. En een barbelsreep salty peanut. Deze vind ik echt heel erg lekker. En ik heb gekeken. En als het goed is, zitten er geen gluten in. Tenminste, ik kan het nergens vinden of ik heb verkeerd gekeken. Maar ik heb het ook opgezocht. En daar stond ook niks bij dat er gluten in zouden zitten. Dus als het goed is, moet het goed zijn. En ga ik die lekker eten. En dan gaan we EHBO examen halen, hoop ik. Ik hoop zo dat ik het haal. Want anders word ik gek. Maar goed, ik ga gewoon mijn best doen. Meer dan mijn best kan ik niet doen. Dus let's go to school. En dan zie ik jullie zo weer. Ik heb even een halve glutenvrije eierkoek. Want die had ik nog. En daar had ik echt zin in. En ik had geen trek. Maar wel zin in een eierkoek. Dus dat. Vanavond gaan we barbecuen. Met heel veel mensen. Dus ik weet niet hoeveel ik kan filmen. En ik hoop stiekem dat mijn oma glutenvrije appeltaart heeft of kwarktaart. Maar dat weet ik niet. Maar dat hoop ik wel. En ik ben gezakt voor mijn EHBO. Ik voel me echt zo genaaid. Ik ben echt boos. Nou goed, niks aan te doen. Ik heb mijn best gedaan. En nu ga ik genieten van mijn eierkoek. S'avonds hebben we lekker met familie en vrienden gezeten. En hebben we het nog eventjes gecrossed. Wat heel erg leuk was. Daarna gingen we lekker barbecuen. Mijn oma had ook glutenvrije kwarktaart gemaakt. Wat heel erg lekker was. Nog drankjes gedaan. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan. En was het een geslaagde dag.